U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. De zon scheen vandaag uitbundig. Een paar vriendelijke wolken die we ook op de satellietfoto zien. Nederland in de witte cirkel. Met wat stapelwolken die in de loop van de dag toch ook weer wat meer leken op te lossen. In elk geval was het een zeer gebroken structuur. Dat kunnen we niet zozeer zeggen van de wolken boven Zuid-Duitsland en ook niet boven Frankrijk. En daar kwamen we dan ook gebieden tegen waar behoorlijk wat regen is gevallen: regen en onweersbuien, want dat hoort allemaal in die luchtsoort. Het is toch allemaal vrij warme lucht. Hoe ontwikkelt zich dat verder? Nou, een lage drukgebied boven Spanje begint zich langzaamaan uit te breiden in noordelijke richting. En dat betekent dat de invloed daarvan uiteindelijk in de loop van donderdag ook rijk tot het zuiden van Engeland en over Frankrijk zich uit gaat strekken. Met name het westen van Frankrijk krijgt al te maken met regen en onweersbuien. Uiteindelijk trekt die zone, dat lage drukgebied, trekt ook verder naar het noorden en dan komen de fronten ook in de buurt van ons land te liggen. Het koufront ligt boven Frankrijk op vrijdag. Het warmtefront komt recht over ons land. En dat betekent dat wij dus inderdaad te maken krijgen met behoorlijk warme lucht. En laat op de vrijdag ook een toenemende kans op regen en onweersbuien. Zover is het allemaal nog niet. We gaan eerst een rustige avond tegemoet, waarin de bewolking steeds verder oplost. Temperaturen liggen rond een graad of 18 en de wind waait vooral langs de kust nog vrij krachtig met windkracht 5. Dat is ook in de nacht het geval, dan koelt het af tot tussen 7 en 11 graden. Bewolking verdwijnt, het is in het algemeen helder. Morgen dan een dag die begint met zonneschijn, oplopende temperaturen en stapelwolken die ontstaan. Maar het zijn vriendelijke stapelwolken. Het blijft droog en uiteindelijk is het dan 22 graden in het noorden van het land tot 26 in het zuiden. De wind gaat langzaam wat afnemen, maar blijft matig met windkracht 4 uit het oosten tot noordoosten. En dan gaan we naar de vrijdag. We beginnen de dag zonnig. Nog geen vuiltje aan de lucht, wel sluierwolken met het binnendringen van de zachte lucht, dan lopen de temperaturen op en wordt het in het midden en zuiden van het land 30 graden, en in de namiddag en avond neemt dan van het zuiden uit de kans op regen en onweersbuien toe. Die buien trekken vooral in de nacht naar zaterdag over. Zaterdag overdag zijn ze meestal alweer verdwenen. Helemaal droog is het misschien nog niet, maar er is zeker wel ruimte voor de zon. 19 tot maximaal nog 25 graden in het oosten van het land. Maar de wind draait daarna naar het noorden en dat betekent dat de koude lucht ons land weer binnenstroomt. Het wordt zondag 15 tot 20 graden. Het is licht wisselvallig met zonkansen, maar zeker ook wolken. En hier en daar kan ook wel wat regen vallen. Nou, wat gaat de temperatuur dan de dagen daarna doen? We zien de piek op de. Uh... Op de vrijdag met hoge temperaturen, tot in de buurt van de 30 graden. Daarna gaan we omlaag. Maandag hebben we het dal te pakken. En heel voorzichtig beginnen we dan daarna wel weer eruit te klimmen. Maar tegelijkertijd zien we dat de onzekerheid toeneemt. Het lichtgrijze gebied wordt groot. Midden volgende week liggen de maximum temperaturen ergens zo tussen de eh, laten we zeggen 15 en 25 graden. Grote onzekerheid dus. Maar het blijft in ieder geval wel op veel plaatsen droog. En de zon schijnt die periode ook regelmatig. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.